Toen ik binnenkwam in het huis viel mij meteen op dat het ontzettend licht was en dat het heel erg groot was. Fijn huis eigenlijk om mee aan de slag te gaan. Het woonprobleem voor Eline en Sander was dat ze meer lef wilden in hun interieur, dus meer spanning. En daar ben ik mee aan de slag gegaan. Ik hield de vloer als basis, want die was echt gewoon goed. Het was een hele mooie vloer, had brede planken en een mooie veegroef. En er was niks mis mee, ook de kleur vond ik mooi. Dus ik ben eigenlijk vanuit die vloer ben ik gaan opwerken. In de keuken heb ik een wat lichtere toon gekozen als verf en dat is de kleur meel. En die maakt niet heel veel contrast met wit, maar het zorgde bijvoorbeeld ervoor dat de lambrisering iets meer loskwam van de muur. Ja, voor de keuken heb ik gekozen voor een baksteenbehang. En daardoor komt eigenlijk de hele keuken meer los van zijn achterwand. Want het was een hele mooie strakke witte keuken. Maar hij viel niet zo op doordat de wand erachter ook wit was. Eline en Sander gaven aan dat ze vaak met een club gezellig zitten te eten. En daarom heb ik gekozen voor een hele lange tafel. Maar echt een beetje extreem lang, gewoon 2,40 meter. Niet overkomen als een vergadertafel. Dus ik vind het dan zelf belangrijk om er het juiste licht boven te kiezen. En ik heb gekozen voor lampen die je in hoogte kunt verstellen. En je kunt ze dimmen, de lampen die erin zitten, waardoor je ook weer meer sfeer krijgt. In de zithoek heb ik twee wanden staalblauw laten schilderen. Dat is best wel heftig, maar ik heb er bewust een grote vakkenkast voor gezet, waardoor hem al een beetje dimt. En dat vind ik dan weer heel erg leuk, want die kast wordt dan ook weer een soort plek waarin Eline al haar eigen spulletjes kwijt kan. En waardoor het een hele grote pronkkast is. Ik heb voor in de zithoek gekozen voor vrij veel lampen, want ik vind het altijd wel leuk dat... alles lekker verlicht is en dat de hoekjes ook uitgelicht zijn. Want wat je vaak ziet, als je bijvoorbeeld kiest voor één lamp, dan blijven de hoeken nog donker. En dat voelt onbehagelijk, terwijl juist de hoeken uit te lichten van de woonkamer, wordt je woonkamer groter. Nou, als je een houten vloer kiest, of je hebt al een houten vloer, let dan wel op als je dan verf gaat kiezen voor de wanden, dat je echt eventjes de vloerstaal en de verfstaal tegen elkaar aanhoudt. Want bijvoorbeeld een blauw kan je vloer misschien wat grauwer trekken. Of een rood kan meer rood uit je vloer halen, waardoor je vloer een andere kleur meekrijgt. Of waardoor je wand toch een ander effect krijgt dan dat je wil. En ik zou zeggen, kies twee contrasten, zodat ze elkaar echt niet bijten.